Geen kracht. Veilig? Geen kracht hoor. Heb je hem? Ja. Camera is net vast. Is remmen? Ja, gedeeltelijk. Dit is handrem. Gas geven, volgens mij tegensturen. Het is gewoon driften, maar voor wie lang dreef auto. Handremmetje op, los, wegzetten. Dus het is een kwestie van twee sturen heb je. Gewone stuur en de handrem, zou ik maar zeggen, daar stuur je ook mee. Een beetje vermogen op die voorwielen houden en blijf je trekkracht houden. Blijf kijken waar je toe wil. Lekker hè. Ga nog op de openbare weg even proberen. Ja, vanavond hè. Wat is er, twee auto's in het parkeren? In de garage. Als je met handrem. Ja, handrem sturen. Ja, handrem ben je veel mee natuurlijk. Het is een voorwielaandrijver, dus ja, je kunt niet gaan op de achterwielen gas geven. Zo. Dus je moet het dan compenseren. Dus handrem aantrekken en handrem op tijd loslaten. Precies weet wanneer je weer recht bent. Kun je ook 360 graden maken? Kost te veel van de auto. Te veel van de auto. Ja, laat ik zo zeggen, het vraagt te veel slijtage van de auto. Ja, het zal wel een keer lukken, maar dan doet het wel pijn. Ik zal het proberen, ik heb het nog eens geprobeerd. Oh, dus ik zet het op konijn. Ik voel dat hij niet lekker doorkomt. Wat heb je dan, omdat je nu vrij veel weerstand hebt. Ja, kom ook snel uit. Nee, want heb je de, omdat je wat weerstand hebt, heb je meer aanloopsnelheid nodig om door die beweging heen te komen. Nee, hij komt er net op die 180. Terugschakelen. Ja, kan, maar ik heb nog genoeg snelheid. En het is altijd een kwestie van, ben ik precies op het juiste moment? Pijn. Ja.